een leuke trui. Woe! Welk merk is deze trui? Ik weet het niet. Het is een leuke trui. Met kap en zak. Zakje. Hey boys! Time for some Fortnite! Fucking lang gespeeld om deze skin vrij te spelen, dus beter show jullie even respect dat ik alle fucking challenges heb gedaan om deze lekkere wijvenskin te krijgen. Kijk, ik hoop gewoon dat ze een dikke kont heeft. Als deze skin geen dikke... Dan is het niet de moeite geweest, snap je? De enige reden waarom je met deze skin zou spelen is om zo'n dikke kont in je scherm te hebben dat je daarachter zit en dan denk je van... Hoe! Dat is nice, guys. Ik ben ook naar de kapper geweest. Nu heb ik dit haar. Ik zie nog niet veel van die kont, maar ik denk wel dat die clean is. Nu ben ik hier met deze fake blauw helm. We hebben alle twee geen gun, dus het wordt choppen voor life. Kijk, beter kill ik hem even. Ik heb de chest ook weggekapt, zodat ik hem harder kan choppen. Kijk, fake blauw helm heeft shotgun. Dat is waarom je niet met die skin speelt. Omdat je echt extreem wack bent met die skin. Boeit niemand dat je PlayStation Plus hebt. Het toont gewoon aan dat je heel scare bent. Dus fuck off. Deze guy probeert mij duidelijk te verleiden met zijn gekke dance moves. Very nice, man. Very nice. Nice dance moves. Zien jullie iets van dikke kont? Ik... het is een beetje Famke Louise plat, snap je? We gaan Tilted Towers. Want daar is de chaos. En ze hebben C4 toegevoegd in dit spel. Dus we gaan volledig Tilted Towers gewoon wegblazen. Dat is het doel van deze video. Ik ben daar net opgekomen en het is eigenlijk wel een leuk idee. Tilted Towers moet weg. Dus we hebben veel C4 nodig. Als je met deze skin speelt, heb je 75% meer kans dat je potions vindt. Dus it's very nice. Ik zie geen C4. Altijd als ik zo op zoek ben naar iets, dan vind ik het nooit. Dat is standaard Fortnite shit. Kijk, ik wil alleen items waarmee ik denk kan opblazen. Snap je? Geen fucking crossbow! Er loopt een blauw helm achter mij. Kijk, dat is een fake skin, vriend. Fake. Hey, heel dit gebouw gaat dus weg. We beginnen met het, de ground floor. Die gaat helemaal weg. En nu gaan we gewoon hakken, snap je? En ik heb geen explosieven, dus ik moet weg hakken. Woo! We got a vriend. En hij heeft C4. Ik zag dat hij C4 had. Yes. Kijk, je plaatst C4 op muren. En dan, ik hoor nog iemand. Hallo. Heb jij C4? Ja, hij heeft ook C4. Nice. Oké, je plaatst op elke muur gewoon een beetje C4. Zodat heel dit fucking gebouw helemaal de... Ja. We gaan ontploffen in 3, 2, 1. Ja, dat was veel minder intens dan dat ik had gedacht. Er staat hier nog altijd veel te veel muur. Alles moet weg. Oké. We zijn goed bezig, denk ik. Er loopt duidelijk iemand achter mij. Vriend, het is een blauwe. Vriend. Dat... Vriend. 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 Zo werkt dit niet. Zo speel je geen Fortnite. Het is bijna goed. Er staan nog een paar muren, maar het komt goed. Het zou veel makkelijker zijn als die mensen gewoon even stoppen met schieten op mij. Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Heb jij C4? Ja, hij heeft ook C4. Oh, yo. Oké, het is very nice. Kijk, zo. En hier nog een. En bij het toilet ook een. Nice. Ah! Nice. Daar gaat de bank. Weg is hij. Nice. It's very nice. Ja, het ziet er hier heel raar uit. Nice. Oh, ho. Vriend, je gaat mij nu niet killen hoor. De bank is net weg. Ik heb meer C4 nodig. Want ik ga echt niet heel deze fucking stad wegkappen met mijn sloophamer. Godverdomme, en de cirkel. Ja, kijk. De Towers is helemaal niet weg. Maar de bank is wel weg. Het ziet er hier echt raar uit en open, maar... Ja, vriend. Wat was het idee daarvan? Ik zie je. Ik zie je duidelijk zitten, dus als je je hoofdje één keer toont... Godver! Dit is mijn favoriete gebouw om in te landen. 9 van de 10 keer word je helemaal naar de tering geschoten, maar de andere 1000 keer, dan kill je wel iets. We hebben eigenlijk een kill gehaald met deze trap, want niemand ziet deze ooit hangen. Ik weet ook niet hoe het komt. Ik zweer het, elke keer als ik niet opneem, loopt er wel iemand in mijn trap, maar nu niet. Kijk, daar hebben we één iemand. Ik ga wel nades gooien op hem, dan is hij een beetje gestrest. We hebben hem gekillt met de nade. Oké. Okay. Oeh, daar is er nog iemand. Hallo! Get the fuck off me, bitches! Oeh! Nee. Kijk, er komt iemand. Wacht op het perfecte moment. Oké, hij komt niet. Daar is hij daar. Oké, daar is er één iemand. Disco, disco! Nice. Ik hoor een heel raar... Oeh! Ik heb betere reflexen dan jullie neven. Ik zit strak op die koffie. Er is zo'n moment van het spel waar ik of gekild ga worden door een random sniper. Of ik loop in een trap omdat ik even niet aan het kijken ben. Het kan allemaal. Maar ik heb nog altijd geen C4. Dus ik kan nog altijd geen einde fuck doen. Wanhopig op zoek naar C4. Heb jij C4, vriend? Of beter wel. Ik denk dat deze broer wel C4 heeft voor ons. Heb je C4, neef? Nee, maar wel die sniper rifle. Sniper, bitches. Oeh.
Ik zie twee bitches. Dat is één. Die is niet dood. Maar die ook niet. Godverdomme. Why can't you guys just die? Sterf! Zo gaan we toch geen Fortnite spelen. Dat is toch niet de manier waarop wij spelen. Dat gaat toch niet. Dit is een noobs. Dit is een noobs. Het is toch een van de eerste spelletjes waar ik het leuk vind om tegen noobs te spelen. Omdat het echt leuk is om iemand te killen in Fortnite. Zo, je weet dat ze half aan het flippen zijn omdat ze net gekild zijn. Maar nog altijd geen C4. Wel nades, maar geen C4. Gun even die C4. Gun C4. Oké, daar zie ik ook iemand. En daar zie ik ook een hoofdje. Oh, dat was er net onder. Kijk, waar is die slet die in dat huis zat? Ik heb je al gezien. Ik denk dat er iemand anders ook de bank aan het opblazen is. Maar dat is mijn werk. Dus ik weet niet wie ik hier ga moeten killen, maar dat is mijn job. Het is niet jouw job om de bank op te blazen, vriend. Ik ben niet dom. Ik ben niet dom. Niet proberen. Oh. Oeh. Oeh. Oeh, ik heb 6 HP. 6 HP. 6 HP. 6 HP. Fuck! Mijn camera was weer gaan stoppen met opname. Fucking nice. Fucking nice. Gun C4. Ik wil C4. Stop met dansen. Gun C4. Hey, stop. Ik kom echt slecht van dit dansje. Ik meen het, what the fuck. Dit is officieel de lelijkste skin die ik ooit heb gezien in heel mijn leven. Wat moet het voorstellen? Het is de Mad Max skin. Welkom, Mad Max. Hallo. Nice skin. Stop met dat dansje. Je moet één zijn met je chakra om een potje te winnen. Anders ben je veel te gestrest en dan win je niet. Want dan sta je helemaal strak en trailt je controller en dan zwijt in je handen. En dan... Of je dropt ergens en je krijgt een fucking Huntsman rifle. Wat verwachten ze dat ik hiermee doe? Kan ik hier iemand mee quickscopen? Oké. Wel een kill. Kiekeboe. Ja, rustig. Elke spier moet ontspannen zijn. En dan kan je die quickscopes hitten. Anders hit je niks. Nu hit ik alles. En ik krijg hitmarks. Hey, godverdomme. Het werkt wel nog. Wat is dit van fake shit van Epic Games? Ik weet ook niet hoe het kan dat ik hier ongestoord de bank aan het wegkappen ben midden in Tilted Towers, maar ja, alles kan. Nice! Meneer vieze skin probeerde de airdrop te pakken. Jammer genoeg, gaat dat niet worden, nef. Waarom probeert iedereen die airdrop te pakken? Hij is van mij. En ik heb Stijn. Dus hij is zeker van mij. Waar is meneer? Ik wil airdrop stijlen. Oh, daar is meneer. Ik wil de airdrop stijlen. Meneer, ik wil de airdrop stijlen. Gaat de airdrop niet stijlen? Die gaat dood. Ja, inderdaad. Dat gebeurt er met mensen die de airdrop proberen te stellen. Jullie denken ook dat ik dood ga gaan nu. Ik heb alles onder controle. Alles. Ik was hier voorbereid op. Of zo. Zoals je ziet. Duidelijk. Voorbereid. Oh, wat is dat? Wat is dat voor raar ding? Godverdomme. Woe! Dat is jammer, echt. Ik vind het heel jammer dat je zo dood gaat. Heel jammer om op het einde van het spel gewonpimpt te worden door mij. Maar sommige mensen zijn gewoon niet gemaakt om te winnen. En anderen zijn gemaakt om in een rare ding te zitten. Kijk, als die stomme airdrops mij de hele tijd shit gaan geven, dan ga ik dit potje niet winnen, snap je? Nog 3 mensen, ik heb dit volledig onder controle. Ik heb niet eens gekke loot of zo. Gewoon stabiel. Heel dit huis vol hangen met traps, zeker weten. Overal. Inderdaad. Bitches! Oké, je zit nog altijd in een gay ding. Kijk, doe dan nog 1 keer en je bent dood. Inderdaad. Zo doen we die shit. Last kill! Wat willen jullie? Quickscope? Hij is Nates aan het schieten op mij. Hoezo zou dat moeten helpen? Hoezo? Hoezo zou dit moeten helpen, vriend? Ik weet niet eens dat ik hier ben. Oeh! Hij heeft het helemaal niet door. Oeh! Oeh! Ja, en dan verlies ik zo. Kijk, zo.
Bah! Probeer dan een quickscope te doen of zo. Dat doet hij zijn stomme dansje. Ik probeer zo. Pew! Oké, wack, wack, wack. Tot de volgende keer. Hallo. Tijd voor een video die jullie meer fucking inzicht gaan geven. En wel shit. Dat hoop ik toch. Veel mensen gaan zeggen van. Back to. Een video waar sommige mensen waarschijnlijk wel iets aan gaan hebben. En snap je? Ik heb een redelijk groot bereik. Ik heb redelijk veel mensen die kijken naar mijn video's. Dus soms moet ik dan ook eens gebruiken op andere manieren. Dat gewoon mensen laten lachen. Maar hoe belachelijk dat ik ben.